klonk een vrolijk geluid uit het stadhuis van Boksmeer donderdagmorgen. Maar de vrolijke noten kwamen niet voort uit blijdschap, maar uit onvrede. Muzikanten lieten een protestlied horen tegen de bezuinigingen die de gemeente Boksmeer voor ogen heeft. Donderdagavond wordt een definitieve beslissing genomen over de bezuinigingen. En waar veel op bezuinigd gaat worden, is cultuur. Ik zeg altijd, zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleurt muziek ons leven. Zo'n tegeltjeswijs. Maar zo is het ook. Zonder muziek is er geen feest. Kun je niks delen. Hè? In de goede en slechte tijden. Dus muziek zal ook altijd wel blijven. En ik hoop dat we manieren kunnen vinden om dat toch levendig te houden. En ja, we moeten kijken hoe dat lukt en hoe we daarmee verder kunnen. Als je ziet wat Boksmeer gaat doen, ja, dat is buitenproportioneel. Dat klopt, dat strookt niet met de rest. Kijk, wij moeten met z'n allen een stapje terug doen. Maar dit is geen stapje terug. Dit is waarschijnlijk misschien wel het faillissement van zo'n stichting. Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de bezuinigingen. Ook onze eigen organisatie gaan we meer dan 1 miljoen bezuinigen. Dus we leveren zelf ook het nodige in. Maar ja, op het gebied van de cultuur snappen wij ook wel dat het hier en daar pijn doet. En wij hopen dat desondanks toch dat men met minder geld moet doen. Men in staat is om creatieve oplossingen te vinden om toch de cultuur en de cultuurbeleving, maar ook de scholing, hè, dus alle opleidingen op het gebied van cultuur, dat die toch op een of andere manier een andere invulling kunnen krijgen, waardoor het niet verloren gaat. Een bezuiniging zit er toch aan te komen. Het liefst heb je niks natuurlijk, dat het gewoon goed blijft staan. Maar redelijk is dat de volgende bezuiniging die er nu aankomt, dat die in ieder geval niet doorgaat. Dat we met z'n allen moeten kijken van ja, hoe gaat dat verder? En de kaarschaafmethode kan ook. De gemeente Gennep hanteert de kaarschaafmethode bijvoorbeeld. Dan kun je over langere termijn, of een aantal jaren meer, dat gaat goed daar hè. Over een aantal jaren meer kun je dan de bezuiniging doorvoeren en dan heb je er minder pijn van. Donderdagavond wordt een definitieve beslissing genomen over de bezuinigingen.